Het is hier een gemeente schuld dat ze hier volgen met die, pensioens. Dat ze die pensioens volgedouwd hebben. Want die huisbazen die hebben hier al die panden gekocht. En ze hebben er maar volgestopt met 50 en 60 mensen. En hier is de buurt door verpauperd. En ik zeg het nogmaals, ze geven hier de jonge jongens een schuld. Maar het zijn de jonge jongens niet. Het is werkelijk de gemeente de schuld. Dat die is de schuldige. En dat wou ik u even vertellen. Hebt u wat tegen die Turken? Maar ik zal u dat vertellen. Je kan hier, de mensen die kennen hier normaal s'avonds echt niet meer veilig op straat lopen. Waarom niet? Die jonge meisjes hier, die staan hier gewoon bij die Turkse pensioens en die worden werkelijk lastiggevallen. Ik zeg het niet. Wie kan dat uit ervaring bevestigen van de jonge meisjes? Nou, ik hè. Wat dan? We hebben een paar keer achterna gelopen door een Turk. We kunnen het weg niet lopen. Is het veel erger om achteraan gelopen te worden door een Turk dan door een Nederlander? Ja, ze zijn onder brutaal ook, ze komen helemaal mee tot je huis. Ze zijn op brutaal ook zelfs. Sorry. En als ze wel terug zijn, dan lachen ze hier gewoon uit. Diezelfde gasten willen dat hebben. Dat wij betaald worden met knoopjes en spiegeltjes, hè? Diezelfde gasten willen dat hebben. Hebben wij ze nou voor nodig, hè? Die andere mensen die kennen ze helemaal niet. Aan een huis komen en die gewoon bakken wel, omdat ze kunnen betaald worden. Ze zijn te lui om voor de duivel te dansen, die goalbakken. Zijn precies een dat ze goalbakken en een minister, want die willen hebben dat wij lopen op handen en voeten en dat wij betaald worden met knopjes en spiegeltjes. Ja! Oh, dat zijn goalbakken! Hoi, dat zijn goalbakken! Maar wij moeten morgen als Hollanders, als gekke domme Hollanders, moeten wij niet gaan werken! Moeten we alles neerleggen! Hoi, dat moeten we gaan doen! Ik ben zelf een vader van 7 kinderen en dat moeten we gaan doen! Wij mogen alleen maar. Hoi! Die gasten willen mooi! Dat willen ze! Wij mogen alleen maar. Goalbokken, juist! Hoi! Maar u ziet deze dag! Niks tegen de Turken, nou moet goed luisteren. De Turken. Dat is een mens zonder middel. Dat is een hele mens zonder middel. Ik heb het liever te doen, liever niet, liever zo hé. Maar dan liever met een Spanjaard. En achterom met een Neger, met een Chinees. Er is geen ene Chinees die ooit bij wij geweest is. Want die helpen elkaar. Maar die golfbalk hier. Ja. En dat zeg ik.